Hoi, ik ben Chef van Stavaste Radio en we zijn vandaag in het Theater Schouwburg in Rotterdam voor de Cotto Messi Grand Gala 2019. Ik ga zo een paar leuke mensen interviewen, dus kom met me mee. Stavaste TV, ik sta hier vandaag met Raoul. Ja. Hi, ja, gaat helemaal goed. Het is een mooie dag. Het is zonnig en het is heel feestelijk binnen. Ja, gaat goed. Hoe vindt u het vandaag, de Cotto Messi Grand Gala? Ik vind het een heel mooi initiatief. En ik vind het ook prachtig om te zien dat al die mensen, weet je, massaal naar hier zijn gekomen. Maar ook dat ze zo mooi gekleed zijn. Ze zijn niet in een joggingbroek gekomen, maar mooi uitgedost met de Anissa en Cotto Messi. Nee, het ziet er echt heel leuk uit. En heeft u ook naar de voorstelling gekeken net? Naar die spelletjes, hè? Nee, helaas niet, want ik moest bij mijn stand blijven, dus dat heb ik helaas niet kunnen zien, maar ik ben wel heel benieuwd. Hebben jullie opnames gemaakt? Een paar beelden, dus ik kan het wel terugzien. Ja. Kan je iets vertellen over je kraampje, wat je allemaal hebt? Jazeker, ik ben fotograaf en ik heb altijd een droom gehad om een boek uit te brengen. En dus ik heb dus twee boeken uitgebracht met bekende Surinamers. Elk boek heeft 75 bekende Surinamers. En dat zijn Surinamers dus uit Suriname, Nederland en andere landen. Die heb ik allemaal geportretteerd, gefotografeerd en ook geïnterviewd. En al die beelden en verhalen heb ik dus samengebracht in die twee boeken. En het zijn dus niet alleen hele bekende namen zoals Umberto Tan, Jurgen Reimer, Roué Verveer, Gerda Havertong. Maar ook verborgen parels, dus mensen die in eerste instantie nog nooit van heb gehoord. Zo heb ik een music producer die heeft gewerkt met Michael Jackson, Whitney Houston, Gwen Stefani. Of je hebt een sound engineer die ook met grote namen heeft gewerkt. Of een actrice die in Coming to America van Eddie Murphy heeft gespeeld en Fresh Prince of Bel-Air. Dus ja, het is echt een verzameling van verschillende mensen. Dus de hele bekende namen, maar ook de verborgen parels. Oh, mooi. En waar kunnen mensen het kopen? Naast hier bij je kraampje? Hier. Nee, maar ze kunnen het online natuurlijk gewoon bestellen. Ze kunnen het in de boekhandels kunnen ze het bestellen. Maar het beste is als je het via onze website koopt, via Suriname Bekend. Omdat je hem daar gesigneerd kan aanschaffen. En en je steunt natuurlijk ook ons. Want kijk, het kan ook weer de boekhandel. Uiteindelijk komt het allemaal bij ons terecht. Maar de boekhandel moet natuurlijk een deel afstaan. Dus je kan het gewoon best bij ons kopen. Ja. Oké, mooi. En heb je nog social media waar iedereen kan volgen? Ja, tuurlijk. Nou, ze kunnen gewoon bij Raoul Nijhorst zelf. Raoul, kijk hier. Raoul Nijhorst. Ja, Raoul Nijhorst. En anders Suriname Bekend. Dus Suriname Bekend met DT. Zou ik wachten? Suriname Bekend. Met een DT. Dan kan je dus volgen. Maar anders gewoon Google. Google en dan vinden ze me. Ja. Oké. Okay. Bedankt voor je interview. Ja. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ja. Goeiedag. We staan hier voor een mooie tent. En met een heel bijzonder persoon. Hele mooie outfit aan en dan ga je denken van een outfit en de huiskleur is niet dat we discrimineren, maar met wie hebben we het te maken? Je hebt te maken met Cindy Vos van Stichting een Boasou. Goeiedag Cindy. Goeiedag. Voordat we gaan vragen het een en het ander, ja? Hoe heeft hij zichzelf zo mooi opgedost en in de Surinaamse Afrikaanse sfeer? Nou, ik heb zelf spulletjes uit Cameroen. Wij steunen projecten in Cameroen. En daar heb ik deze jurk laten maken. En we hebben wel eens meer ergens een presentatie, maar dan is het op een markt. Dan maakt het niet zoveel uit wat je aan hebt. Maar nu ben ik op het Grand Gala van Cotto Messi. Dus ik denk, hey, dan pak ik ook even uit. Oké, okay, ja, je zegt, je pakt het uit, Grand Gala, Cotto Messi. Ja. Weet je wat Cotto Messi op zo'n Hollands betekent? Het is een Cotto is een rok en een Missie is een mevrouw. Ja, klopt, helemaal. Okay. Maar tot nu toe, wat vindt u ervan voor de bezoekers die langskomen en zien dat u dit allemaal heeft? Ik vind het echt een succes hoor. Ik heb gezien dat er vanaf januari reclame is gemaakt en dat heeft echt zijn vruchten afgeworpen. Want het is hartstikke druk. Ik zie mensen met de meest prachtige outfits langslopen. En er is zeker ook belangstelling voor spullen uit West-Afrika, hè, vanuit de Afro-Surinaamse mensen. Ja. Okay. Maar wat heeft u allemaal eigenlijk om even te kijken, wat heeft u allemaal? Ik heb sieraden, kleding, hoofddoeken, hoofdtooien die ooggebonden zijn. Deze shirts die zijn heel erg in de mode, die dashikis. Instrumentjes, traditionele instrumentjes.
En maar, dan heb ik het denk ik een beetje gehad. Komt dat ook allemaal uit Afrika? Uit Cameroen. Cameroen. Ja, mijn man komt uit Cameroen. Anders dan zou je denken, waarom Cameroen? En zo is het dan gekomen dat ik daar dacht, ja, ik wil ook wat voor de mensen daar betekenen. Dus toen ben ik hier mee. Oké, en ja, er komen natuurlijk, vandaag is hier eigenlijk Miss Surinamers die komen. Ja. Wat vindt u ervan dat ze echt komen en ervan genieten en ook wel een aantal spullen bij je komen? Nou, ik geniet daar zelf ook van. Ik bedoel, ja, ik heb dit allemaal met heel veel passie laten maken. Dat heeft soms echt ook mijn bloed, zweet en tranen gekost. En als mensen het dan waarderen en mooi vinden, word ik blij van. Oké, maar u zegt het even zelf, u laat het maken. Ja. Want ik wou u bijna vragen, heeft u die hoofddoek ook zelf gebonden? Nee. Nee, in Noordwest-Cameroen, dat grenst aan Nigeria. En in dat gebied hebben ze echt de kunst van het binden van deze doeken. Oké, nou, dank u wel. Ja, nou, graag gedaan. Jij ook bedankt. En veel succes. Ja, dank je wel. Tot de volgende keer. En ik weet wel dat ik u de volgende keer ga zien. Is goed, zeker weten. Dank u. Doei. Oké, dan jullie zien het standvast. We zijn hier zo bij onze Surinaamse immigratieviering hier in Rotterdam. Kijk hoeveel mensen er zijn. Kijk even, cameraman. Een volle zaal. Maar vandaag hebben wij van standvasten zijn we er niet zomaar. Nee, want we gaan wat speciaals doen. We krijgen wat speciaals. Zometeen gaan jullie dat zien. Maar ik wil degene even... Onze directeur is er ook bij en ik wil even onze directeur interviewen. Dus we gaan even naar onze directeur. Hey meneer Ray, Rosé, stel je even voor. Goedenavond. Ik ben Ray Rosé, hi. Wie ben je precies? Ik ben omroeper van Radio Stavaste. Tevens ook de? Een omroeper. Nee, je bent ook de directeur. Hij is de directeur van Radio Stavaste, televisie, media, alles is hij. Hij is de man erachter. Waar zijn we vandaag? Jij kan het beter uitleggen dan ik, denk ik. Want dit is, je ziet wat een tracultuur, wat een trasani. Dus je kan leggen ze aan beter uit. En we wonen bij eigenlijk de derde of vierde editie uit mijn hoofd van Kotomissi Grand Gala. Het is in Schouwburg Theater. En het is eigenlijk Surinaams cultureel naar een hoger niveau te leggen. Daar zijn we mee bezig in Rotterdam. En wij dragen de stichting. Ik doe hierbij ook de groet aan Kitty Kotti Connect. En Nancy Media, Fred Kulturushop. En ja, je ziet het. Kijk maar om je heen. Kotomissi Grand Gala, next level. Maar, ja, waarom ben jij hier eigenlijk zelf, jij? Mag je het zeggen? Mag je verklappen? Wij weten het, maar verklap het gewoon, want dadelijk die beelden zien ze toch later. Wij zijn in aanmerking gekomen voor een award. En wat de award precies inhoudt? De Sweet Libby Award. Sweet Libby Award. Dus zometeen lopen we met hun mee en jullie krijgen exclusieve beelden. Gewoon vanaf achteraf. Radio Stavaste. Ik kan zeggen, kijk mee en jullie zien zometeen meer toch? Dus luister naar... Ik ben al een beetje gespannen. Je weet, luister naar Radio Stavaste. Oké, tot zo. Bless. Ook een zeer belangrijke. Hoi. En deze gaat naar een organisatie. Een organisatie welke zich dag en nacht inzet. Ook om te verbinden. En de verbinding is altijd belangrijk. Omdat we op een hoogte. We moeten kunnen communiceren. We moeten elkaar... overbrengen en daarvoor het medium altijd zeer belangrijk. En in deze onderscheid, in elk geval, Radio Stavaste. En ik ben de award mag in ontvangst mag nemen en hij wordt vertegenwoordigd ook nog, of hij zijn medewerker van Stavaste. Nou. Ja, weer zo'n bijzonder. Als er natuurlijk één partij is die in deze stad al heel erg lang letterlijk de verbinding maakt met Suriname, dan zijn jullie dat wel. Radio Stavaste al lang een betrouwbaar kanaal voor heel veel mensen hier en ook daar. En al heel lang in staat om ook in hele moeilijke tijden, want we hebben ook gekend, toch elke keer weer weer moed te vinden, nieuwe mensen te vinden waar jullie ook voorbeeld van zijn. Om elke keer weer toch niet alleen hele mooie uitzendingen te maken, maar ook te hebben over moeilijke en lastige thema's. Dus ja, ook voor deze geldt
wie beter dan Radio Stamvaste. Ons award gekregen. Ray heeft hem in ontvangst genomen. Staan vast. We hebben gewoon een award gekregen. En we gaan nu een beetje span. We gaan naar waar we gaan. We gaan naar Sabaku. We gaan een beetje crisscross. Isabi. Volg staan vast. Isabi. Later. Ja, zoals jullie zien, we zijn nog steeds Radio Stamvaste en we hebben net een hele mooie prijs uitgereikt gekregen. En die heeft Ray Rosé en Mookie zijn hem gaan ophalen en deze mevrouw heeft hem uitgereikt. Maar we gaan eerst vragen wie ze is en wat ze precies doet. Wie bent u? Dag, mijn naam is Corrie Lauwers. En behalve dat ik al heel lang in deze stad woon en dus Rotterdammer ben, ben ik politiek actief voor D66. Dus u bent van de politieke partij. Dus u luistert ook stiekem, u weet, wij hebben het ook over politiek. U luistert ook Stamvaste. Af en toe. Af en toe. Hoe ervaart u uzelf om hier tussen een andere gemeenschap te zijn? Maar u bent er ook prachtig op gekleed. Kijk maar, gewoon prachtig. Maar het is weer een andere cultuur. En u mengt zich met een andere cultuur. Maar wat voor warmte voelt u of vindt u het leuk, gezellig? Wat kan ik me erbij voorstellen? Zeker, ik voel me hier thuis. En dat komt ook omdat hier allemaal mensen zijn die het beste voor hebben met mijn stad en de mensen in mijn stad. En waar ik ook ben, wie ik om me heen verzamel, als mensen dat hebben, dat gevoel, die spirit hebben. En natuurlijk ook met de pijn vanuit het verleden ook blijven herinneren waar we allemaal vandaan komen. Dat zijn niet alleen maar mooie verhalen, dat zijn ook hele gruwelijke verhalen die we moeten blijven vertellen. Maar altijd met de blik vanuit het gedeelde verleden naar de toekomst. En daar staat dit Kotomissie Gala ook voor. Dus u gaat ook zometeen met de Kotomissie, ze gaat ook swingen hoor, zometeen. Want Sabaku is aan het spelen, dus u gaat ook zometeen. Zeker. Je ziet het al. Op z'n Hollands, hè? Op z'n Hollands. Nee, niet op z'n Hollands. We gaan nu inburgeren. We gaan nu gelijk inburgeren. Gaat helemaal. Wat kunt u vertellen over, kijk, we vragen altijd rare vragen. Wat is, weet u wat een bara is? Nee. Nee. Weet u wat Telo is? Nee. Nee. Nog heel veel cursus nodig. Heel veel cursus. Oké, we gaan u zometeen een bara geven. We gaan u Telo geven. Oh jee. Maar u eet wel haring? Zeker. Oké, die haring. Kijk, we hebben cassave. Mm-hmm. Cassave eet je met Surinaamse haring. Zeker. Moet u proberen. Dat is, maar welk ander Surinaamse eten eet u echt? Bent u dol op? Roti. Geen nasi bami? Nee. En hoe eet u die roti? Met uw handen of met vork en lepel? Op zijn Hollands met vork en lepel. Kan toch niet? Kan niet. Als je die roti eet, moet je hem gewoon met je hand eten. We ga,
Moekie, kom eens even, Deze mevrouw heeft net die award uitgereikt. Moek, ze eet die roti. Ze eet die roti met vork en lepel, kan toch niet? Moekie, leg hem even uit. Nee, roti eet je echt met je hand gewoon. Niet bang zijn om je handen vies te maken. En als je klaar bent, dan doe je nog... Ja, nee, ik ben helemaal niet bang om mijn handen vies te maken. Het is gewoon, ja, het zit in mij om bestek te pakken. Nee, maar we gaan het u leren. We gaan zo meteen roti eten met haar, toch, Moekie? Ja. Want we hebben van haar die prijs gekregen. Dat is gewoon echt... Dus hier, met genoeg. Oké, dus... Kijk gewoon, het is gewoon mooi. Deze... De kunstenares heeft uitgelegd dat het staat voor dromen. Voor de trap die wentelt richting verder dromen vanuit een basis, vanuit een gedeeld verleden. Dus het heeft ook nog betekenis. Ja, wij hebben een hele mooie betekenis. Ik wil u bedanken voor deze korte interview. Heel veel succes bij D66. En waar kunnen we u volgen? Ja, op Twitter. Dus gewoon niet Facebook, Snapchat, maar gewoon Twitter. Ja? Nou, op Facebook kan ook nog, maar op Twitter denk ik nog het meest, ja. En jullie heel veel succes, hè. Echt, wat ik al zei net, Radio Stanvaste moet blijven in deze stad. Jullie doen zo goed werk. Dank je wel. Dus mensen, blijf luisteren. Radio Stanvaste. Oké, tot zo. Bless. Ja. Wij van Stanvaste waren hier zo op Cotto Missie Grand Gala. En we hebben een... award gekregen. Po. Ik wil zeggen, wij waren hier van Stanvaste. Blijf kijken. Tot de volgende keer. En luister naar Radio Stanvaste. Later. Bless.